Ja, heren, we hebben het Belgisch voetbal hebben we nog niet besproken. Jij bent Genk... Specialist. Freak of Genk? Ja, fan? Ik mag wel fan, mag ik wel zeggen. Want ik ga al jarenlang naar elke wedstrijd een beetje kijken thuis. En uitwedstrijden zie ik ook allemaal via livestreams en dat soort dingen. Mijlen ver voor al, hè? Staan tribune. Ja? Staan tribune, zeker. En ben jij dat met die megafoon? Hooligan? Daar sta ik vlakbij. Ik moet hem dat voorzeggen. Hey, maar hoe wordt er nou nog gekeken naar en enerzijds de kampioensaspiratie van Genk, ja, maar ook hoe Antwerpen het nu doet, nu ze weer gelijk hebben gespeeld? Ja, nou goed, kampioensaspiraties van Genk, dat is een beetje opvallend. Genk staat dus waanzinnig 9 punten voor op Antwerpen, 11 op Club Brugge. En toch heb ik nog altijd het idee dat in België in de media Club Brugge unaniem als de grote titelkandidaat wordt gezien. Want in België krijg je straks bij de play-offs worden de punten gehalveerd. Nou, Brugge speelde op dat moment lang geen Europees voetbal meer. Dus de algemene teneur is toch, Brugge gaat het dan wel weer goed maken. Hè, die achterstand die ze nu hebben. Maar Genk speelt, en dat zeg ik niet omdat ik supporter van Genk ben, maar dat wordt nu ook wel algemeen zo gezien, echt het beste voetbal. Hè, 16 wedstrijden gespeeld, 14 gewonnen. Hè, 1 keer verloren, nota bene tegen Club Brugge, de allereerste wedstrijd van het seizoen. Ja. En die wedstrijd speelde ze Club Brugge echt helemaal van het veld af. Ze verloren met 3-2. Maar ze waren heel goed toen al. Is daar de toon gezet dat men ook schrijft dat Brugge het wel goed gaat maken? Omdat ze van Brugge verloren hebben? Ja, misschien. Omdat Brugge, denk ik wel, een budget heeft dat 3 keer zo groot is als dat van Genk. Brugge heeft een selectie heel breed, veel kwaliteit. Genk heeft dat ook wel, maar die selectie is gewoon kleiner. Dus ik denk dat Brugge daarom misschien wel gezien was de favoriet. Ook omdat ze dat in Europa ook heel goed doen. Hè. Kijk, Brugge is gewoon de eerste Belgische club sinds heel lange tijd die overwintert in de Champions League. Ja. Dat maakt hem automatisch een beetje ook tot favoriet voor het kampioenschap. Ja. Maar daar doe je Genk tekort mee op het moment. Want ik heb ze tegen Antwerpen gezien. Ik was onder de indruk van hoe compact ze spelen. Die spits, ja, die is volgens mij niet te verdedigen. Moeilijk. Ja, jij staat... Uwanaciu? Uwanaciu. Paul Uwanaciu, sorry. 2,02 meter. Ja, hij had er nou alweer tegen in liggen. 12 op 7 wedstrijden. En die aanvoerder, dat is ook een Brian talentje. Brian Heijnen, die is echt goed. Zo. Dat is ook in België. Kijk, bijna iedereen vindt dat Brian Heijnen mee moet naar het WK. Hij is een jonge jeugdspeler van Racing Genk. Heeft jarenlang, is steeds beter geworden. Is aanvoerder nu. Speelt nu op 8. Ja, scoort ook al 5 of 6 goals. Zet die Antwerpen een prachtige omhaal. Die omhaal, ja. Maar dat is echt een jongen die heeft zoveel kwaliteiten. Maar goed, Martinez zegt, ik kies voor ervaring. Hè, voor jongens die ik al bezig heb gezien. Dus ik ga dat risico niet nemen. Dat is dood jammer, want ik vind hij een geweldige speler. Ja. Hoe wordt er over Van Bommel geschreven? Nou ja, het was natuurlijk een begin hosanna allemaal. Hè. Antwerpen won bijna elke week. De eerste 9 wedstrijden, volgens mij alle 9 gewonnen. Ik had toen al zoiets van, de moeilijke wedstrijden komen nog. Hè, want ze hadden best wel een eenvoudig programma aan het begin. Het verliezen kan wel, maar het is gewoon vervelend voor Van Bommel dat er zoveel achter elkaar zijn. Ja, en ze moeten nu zaterdag uit naar Club Brugge. Hè? Of zondag, sorry. Uit naar Club Brugge. Ook geen cadeau natuurlijk. Hè? Ja. Dus, nee, maar dat zijn wel ook ideale potjes om juist de tijd te keren. Dat misschien wel. Want niemand verwacht dat ze daar gaan winnen. Nee, maar goed, maar Antwerpen heeft, kijk, als je de selecties bekijkt, Antwerpen heeft echt wel een mindere selectie dan Genk. En een mindere selectie dan Club Brugge. Men verwacht toch ook niet dat hij zomaar even kampioen wordt, neem ik aan. Als je tweede wordt, zou je het toch heel goed gedaan? Ze willen kampioen worden. Die Paul Gijs, dat is de grote geldschieter daar. Die man kan allemaal niet snel genoeg gaan. Maar met deze selectie gaan ze echt geen kampioen worden. En dan hebben ze ook nog een grote sterspeler tussen haakjes. Nainggolan. Zo. Hè? Die hebben ze uit de kern gezet. Die met die e-sigaret. Ja, die man die doet wel eens rare dingen. En Balotelli is daar niet van gediend. Ja. Zeg je dat Anderlecht? Hoe staan mee? Bestaan die nog? Ja, dat zegt Nederlandse trainer nu, hè. Komt dat nog eens een keer? Ja, ze hebben zich nu in elk geval Europees overwinterd. Ja. Dat was toch wel een groot succes eigenlijk. Bij Silkeborg met 0-2 gewonnen. Nu bij Antwerp 0-0 gespeeld. Ja. Zondag is het Anderlecht tegen Racing Genk. Wanneer is de laatste keer geweest dat ze kampioen speelden? Ik weet niet in mijn hoofd, maar dat is echt al zeker 6-7 jaar minimaal geleden. Ja. Ongelooflijk. Ongelooflijk, zo'n bolwerk. Ja. Ja. Brazilië heeft de WK-selectie bekendgemaakt. Met Anthony overigens. Hoe is dat met België? Wanneer weten we dat? Ik denk dat Martinez dat ook deze week bekend gaat maken. Ja. En die gaat toch veel voor ervaring kiezen. En er zitten heel wat discussies in België. Eden Hazard bijvoorbeeld. Hè. Toch een geweldige voetballer geweest. Ja. Speelt bijna nooit meer bij Real Madrid. Moet hij straks op het WK in de basis staan? Ja, die laat hij niet vallen, denk ik. Maar Trossard, die op dezelfde positie speelt, die laat het elke week zien bij Brighton in de Premier League. Ja. Wat ga je dan doen? Ja, moeilijk. Ja. Staat er met Dusan Tadic, hè? Ook zoiets. Het was trouwens tegen iemand, laat maar. Ik heb Wikipedia op mijn oor. Het was 2017, laatste kampioenschap. 2017? Nee, 2017. Kort? 5 jaar. Oh, dat valt, ik dacht, voor mijn gevoel veel langer geleden. België, Kroatië, Marokko, Canada. Ik denk dat eerlijk gezegd dat ze blij mogen zijn als ze de poolfase overleven. Dat gevoel heb ik ook. Ze gaan echt een probleem hebben. De Golden Boys, de gouden generatie, hè? Ja, ik denk het wel.
Ik heb wat dat betreft, Van Gaal is altijd leuk. Zo'n WK, ja. Die kan geen beter, wij uit, kunnen geen betere zin, trainer ja. hebben. Ja, en voor de media en voor, de, voor het publiek is dat ook fantastisch. Ja. Ja, vind ik ook. Ik vergeet nooit meer dat ik hem... toen Ruud Hesp in Barcelona kijkte, was Van Gaal trainer. Toen ging ik met Mark Luipers, vlogen wij erin, hadden ze een Champions League wedstrijd tegen Chelsea. En die hadden uitverloren met 3-1. En thuis wonnen ze met 3-1. En na verlenging 5-1. Figo en Rivaldo, de grote mannen. Al die Nederlanders toen daar. De dag daarna waren wij op de training. En Ruud komt als laatste het veld af. En ik stond met Mark langs het veld. Zonder bril op. Als toeristen. En dus ik zeg, Van Gaal komt ervoor. Ik zeg, trainer, gefeliciteerd met de mooie overwinning. Kijk maar. En wie mag jij dan wel wezen? Zeg die zonnebril omhoog. Zeg, Maurice Graaf. Kijk maar. Oh ja, nou zie ik het. En dat is Mark Luipers. En toen liep hij door. Arrogantie ten top. Ja, maar ja, en toch heeft die man iets. Echt, dat is fantastisch. Het is zo fenomenaal. Maar gaat hij Nederland wereldkampioen maken? Nee, daar zijn we niet goed genoeg voor. We zijn echt niet goed genoeg. Wereldkampioen niet. Maar... halve finale zijn. Ik ben echt heel optimistisch. Nederland kan ver komen. Onze beste spits is geblesseerd. Onze beste, de twee achterin zijn of geblesseerd of uit vorm. We hebben nog geen keeper. De Ligt gaat deze week aansluiten. Blind is 43 ondertussen. Nee, dat en Bergwijn, hè? Die zou toch ook moeten gaan spelen. Die als ik die Ajax zie voetballen. Ja, dat is op dit moment. Hopeloos, hè? Ja. Misschien pakt het zich, maar nee. We kregen ook beelden van de tribune van Fortuna Sittard. Daar was voor aanvang van de wedstrijd. Zou jij daar... Ik kan me niet voorstellen. Ah ja, knettergek. Ja, het was wel een sfeeractie. Dat is goed bedoeld, moet ik zeggen. Nee, maar dat is wel even luchthappen, denk ik. Was toch nog erg zo'n wedstrijd waar je dan eerst 10 minuten moet wachten voordat je de bal ziet? Ja. Eredivisie ook. Ja. Vrijdag is dat overal, hè? Ik heb nog één brandende vraag. En dan gaan we afsluiten. En die is eigenlijk voor Reginald. Reginald, Maastricht zoekt een burgemeester. Ja, dat weet ik. Maar als ze me niet vragen, doe ik het niet. Als ze me vragen, doe ik het, maar ga me niet zelf aanbieden. Moeten wij dat dan doen voor je? Ja, ik zou maar een petitietje. Hoe gaat dat? De Sphinx van Maastricht wordt burgemeester. Ja, dat is zeg wel rond, jongen. Dan heb ik met de VV gespeeld en ben ik directeur van de Sphinx geweest. Ja, en feitelijk moet ik burgemeester worden. Vind ik ook. Ja. Ik ben wel iets zichtbaarder dan Annemarie. Wie? Annemarie Pen. Ja, precies. Dank je. Waar ligt Malberg ook weer? Nee, maar goed. Ik ben benieuwd. Het is er tijd voor. Ja, het is tijd. Goed. Het is goed, tijd om af te sluiten. Goed dat het aan YouTube is, online. Het wordt genoteerd, losgeknipt en dat gaan we gewoon wegzetten. Ja. Dit was hem online. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering op Erling Televisie. Tot dan. Ik ga me niet zelf aanbieden. Ik ga me niet zelf aanbieden. Maar, doe het wel.